DVS TV eindelijk weer eens aanwezig bij een prachtige manifestatie, georganiseerd door de jeugdcommissie. Zometeen een interview met Gert-Jan van Diest, de voorzitter van de jeugdcommissie. En ja, DVS is echt op een hele goede manier bezig met de jeugd. Jeugd uit de hele omgeving. Het zijn niet alleen maar DVS'ers, maar ook uit Putten, uit Harderwijk. Jeugd die hier elke zaterdagmorgen op een prachtige manier training krijgt in allerlei oefenvormen. Voor mij en voor DVS TV, Marcel van Elten, de bedenker van dit geheel, de voetbalschool. Ja, eigenlijk wel. Voor de corona-ellende hebben we dit op woensdagmiddag gedaan. Dus hadden we iedere woensdagmiddag tussen de 20 en 30 kinderen. En Gert vanuit de jeugdcommissie vroeg ze of ik op zaterdag ook wilde doen. Dus daar zijn we eigenlijk 2 weken terug mee begonnen. En dat is best wel een succes. Iedere keer tussen de 65 en 80 kinderen die komen voetballen. Ook veel van andere clubs. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een extra trainingsmogelijkheid naast de reguliere trainingen. Heel veel partijtjes, veel dribbelen, veel 1 tegen 1. Geweldig. En vanwege het grote succes gaan jullie ermee door, denk ik ook, of niet? Ja, we gaan de hele zomervakantie door. Veel ouders kunnen niet op vakantie. En ja, zoals je ziet is de animo gigantisch. Dus heel veel kinderen willen op zaterdag toch lekker voetballen. Dus we gaan de hele zomervakantie door. Ja. Als het zo doorgaat, levert het ook gewoon weer extra leden op en talenten. Dat is wel te hopen, ja. Maar ja, veel verenigingen doen niks. Dus ja, kinderen gaan toch kijken waar ze kunnen voetballen. Dus we hebben jongens van Rood-Wit, STC, EFC, VOG, Zwart-Wit. Die komen gewoon lekker voetballen. En kinderen nemen vriendjes mee. Dus aantrekkingskracht is groot. Geweldig. En natuurlijk de samenwerking met trainers onderling. Afstemming op elkaar. Verschillende oefenvormen natuurlijk. Ja zeker. We doen iedere keer 5 oefeningetjes in de circuitvorm. Waaronder 2 keer partijtje. Ja, dat vinden ze uiteindelijk toch het leukst. En het is ook leuk. Ik ben zelf trainer van de 15-1. En er lopen ook 7 jongens daarvan om hier te helpen. Dus dat is ook super mooi dat zoveel jeugdspelers uit de bovenbouw zich geheel belangeloos inzetten. Om hier die jongens een mooie zaterdagochtend te geven, zeg maar. Dus dat is geweldig initiatief en gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Voorzitter van de jeugdcommissie en wat voor jeugdcommissie? Jeugdcommissie van DVS natuurlijk. Ja, dat klopt helemaal, Piet. Ja, alweer bijna 2 jaar inmiddels. En met heel veel plezier hebben we een hele mooie club samen. En dit is een van de resultaten van onze jeugdcommissie inzet. Ja. Werkelijk een prachtige activiteit. Gert-Jan van Diest is het natuurlijk, hè, want de naam die hebben we nog even niet. Maar dat initiatief kwam van Marcel? Ja, Marcel is na de winterstop al begonnen met de voetbalschool. En dat loopt eigenlijk heel goed op woensdagmiddag met een groeiend aantal kinderen. En we willen dat graag doorzetten en we gaan ook de hele zomer door. Dus we hebben Marcel bereid gevonden om en de zomer door te gaan, maar ook in het nieuwe seizoen. Dus dat is wel heel fijn, want deze structuur staat nu en het is nu bekend bij de kinderen. En dat moet verder groeien. En iedereen is welkom. Dus de kinderen van DVS, de leden, die mogen vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Maar je ziet ook kinderen uit Putten en Harderwijk, die zijn uiteraard ook van harte welkom. Fantastisch initiatief. En dat is natuurlijk ook geboren vanuit het feit dat de ouders met die kinderen niet naar het buitenland kunnen gaan. Hier in de buurt ergens op vakantie gaan. Maar onderwijl kunnen die kinderen wel blijven bewegen. Dat is nu wel een hele goede zaak. Op welke dagen zijn die trainingen? Woensdagmiddag om 14:15 starten we altijd. En het is echt 1,5 uur circuittraining zoals je kan zien. Met echt gevarieerde trainingsoefeningen. En hele enthousiaste trainers. De trainers zijn de selectiespelers uit de 15-1 en de 14-1. Onze toekomstige jeugdtrainers. Dus die jongens die kunnen nu alvast weer wennen en leren, ook van Marcel, hoe ze een training moeten leiden. En dan de zaterdagochtend om 10 uur. Ook weer 1,5 uur. En daar gaan we lekker mee door. Natuurlijk een prachtige verbindingslijn, hè? Dat je die jeugd van onder de 14, onder de 15, misschien ook wel onder de 17, dat je die betrekt daarbij. Ja, zeker. Dat is echt, we hebben echt een behoefte aan enthousiaste jeugdtrainers. Dus bij deze ook een oproep. En we doen uiteraard een beroep op onze jeugdspelers die binding hebben met DVS. Een aantal jongens zitten op Groevenbeek, volgen de sportopleiding. Dus dit is een prima samenwerking en aanvulling op hun studie. En tegelijkertijd voor DVS, voor de jeugd, is het veel leuker om een jongen
selectiespeler of niet-selectiespeler te hebben die enthousiast is en het prima voor kan doen. Dat zelf red ik dat niet meer. Maar heerlijk, heerlijk om daar als voorzitter van de jeugdcommissie leiding aan te mogen geven. Dat lijkt me fantastisch. Ja, dat blijft heel leuk om te doen. Geef je energie. En we zijn een heel enthousiaste club. Het is nu natuurlijk een drukke periode. Het was nu even opstarten, heel snel. We hebben een hele korte tijd van de overheid om op te starten. Volgens het coronaprotocol. Groot compliment aan de stewards en de accommodatie en beheer. En alle corona-coördinatoren. Die toch weer vrijwillig zijn opgestaan om hier aanwezig te zijn. Volgens het protocol. En we gaan van de zomer gaan we lekker door. We hebben ook plannen om eventueel in augustus te kijken naar het organiseren van clinics. Waarbij de jeugd uit Ermelo, uit de regio, maar ook de gasten van de campings, dat die lekker kunnen voetballen bij DVS. Kijk, wat mij betreft komt de derde Rinus Michels Award er weer aan, Gert-Jan. Nou ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Maar het gaat erom dat de jeugd lekker kan sporten. Zeker in deze bijzondere tijden. En daar willen wij graag in faciliteren. Zeker. Fantastische initiatief. Gefeliciteerd hiermee. Dankjewel. Dankjewel. En zeer blij met de grote opkomst. En hopelijk meer.